Welkom. Ik nodig je uit om te beginnen door jezelf heel comfortabel te gaan zitten. Even je ogen sluiten. Vind een zithouding die voor jou op dit moment zo comfortabel mogelijk voelt. Misschien kan je even aftasten wat er het best voelt nu vanavond. Maak even contact met je lichaam. Hoe arriveer je hier vanavond? Wat voelt er gemakkelijk in je lichaam? Waar zitten er spanningen? Wat kan je makkelijker maken? En voel even hoe het met je is op dit moment zonder proberen bij te sturen, emotioneel, lichamelijk. Waar zijn je gedachten mee bezig? Is er veel energie in jou of weinig? Voel je je rustig of gestresseerd of ergens tussenin? Gewoon even observeren en verwelkomen zo goed als je kan. Verwelkomen hoe het nu op dit moment is. Neem even je tijd, kijk even wat jouw aandacht trekt op dit moment, misschien bepaalde thema's in je gedachten, misschien je lichaam. Wat heeft er op dit moment jouw aandacht? Dus gewoon observeren waar gaat je aandacht van moment tot moment naartoe. En hoe is het om daar te zijn met je aandacht? Dus ik geef je even tijd. Eerst even observeren wat je aandacht vanzelf doet. Waar gaat je aandacht graag naartoe? Hoe voelt dat? En dan gaan we lichtjes bijsturen. Door even te denken aan iets wat onlangs gebeurde, wat goed ging, waar je je goed bij voelde. Dat kan iets kleins zijn of iets groters. Maar gewoon een situatie die makkelijk nu bij jou opkomt. Niet te ver zoeken, gewoon wat komt er nu bij jou op? Iets dat onlangs goed ging, waar je deugd van had. Het kan een gesprek zijn. Het kan een plaats zijn. Meditatie. Sport, noem maar op. Wat voelde er goed onlangs? En vertrouw erop dat jouw herinneringen vanzelf komen. Je hoeft niet te ver te zoeken. Merk even, als je daar even bij blijft, bij die gedachten, wat voel je in je lichaam? Verandert er iets? Wat valt er jou op?
en dan mag je dat laten varen en kijk dan even naar iets wat minder goed ging. En hoe voelt dat om daarbij te zijn? Gewoon lichtjes aanraken, er even bij zijn, voelen wat het met je doet. En laat het zo spontaan mogelijk gebeuren. En dan misschien hetzelfde of iets anders. Wat heeft er de laatste tijd jouw aandacht? Wat is iets dat jou bezighoudt de laatste tijd, waar je aandacht vaak naartoe gaat? Hoe voelt het om daar met je aandacht nu weer even naartoe te gaan? En hoe voelt het nu om je aandacht naar je lichaam te brengen zoals het hier nu vanavond op het matje zit? Voel je dat verschil? En als je nu neerligt, mag je in een gemakkelijke houding komen zitten voor enkele bewegingen. Kijk even doorheen vanavond waar je aandacht vanzelf naartoe gaat en hoe het voelt om daar te zijn met je aandacht. En misschien kan je kiezen om terug te keren naar wat er nu is. Dus hiermee mag je in een rechtop zittende houding eerst je borstkas naar voren bewegen, dus je bovenlichaam een klein beetje naar voren en dan naar rechts, dan naar achter en dan naar links. En dan mag je dat herhalen en vloeiend maken, dus naar voren, vloeit over naar rechts, naar achter enzovoort. Dus op jouw tempo. En voel wat er te voelen is. Wat verandert er als je die beweging doet? Waar voel je dat? En luister vooral naar je lichaam. Wat voelt er voor jou juist? Tot hoever kan je gemakkelijk gaan zonder te forceren? Hoe vlug wil je gaan? Hoe traag? Misschien wil je vlugger stoppen dan dat de oefening duurt. Dus luister vooral heel aandachtig. Voel vooral heel aandachtig waar jouw lichaam nu behoefte aan heeft. En dat kan iets helemaal anders zijn dan wat ik doe of wat je buur doet. Hou daar dus rekening mee en dan mag je van richting veranderen. En misschien merk je ook hier een verschil. Dus op jouw tempo voelen waar je deugd van hebt. En dan mag je stoppen en even navoelen met je ogen dicht. En misschien merk je dat je aandacht naar je ademhaling gaat. Of misschien gaat je aandacht naar gedachten. Merk het gewoon op. Waar gaat je aandacht naartoe en hoe voelt het om daar te zijn met je aandacht? En misschien kan je een nieuwe keuze maken als je daar zin in hebt. Oké, dan mag je je benen strekken voor je uit. Voel even of dat lukt om zo rechtop te zitten. Voel even welke spanningen er zich misschien opbouwen.
Maak je rug recht, even afduwen. En dan weer zakken, je schouders laten zakken. En mag je je handen op je achterhoofd brengen. En dan beweeg je eerst je rechterhand naar voren. En dan met je bovenlichaam naar links, tot je rechterhand links van je linkerbeen komt. Dus je beweegt je bovenlichaam en dan wissel je af. Je linkerhand naar voren. En dan je bovenlichaam naar rechts, tot je linkerhand nu rechts van je lichaam is. En dat mag je afwisselen op jouw tempo. Dus even voelen. Het kan ook zijn dat je merkt van zo rechtop zitten, dat voelt niet goed voor mijn rug. Wel, pas dan de houding aan. Of stop op tijd. Dus vooral heel aandachtig voelen wat jouw lichaam jou toont.